Firm Engineering, die heeft er vandaag, vrijdag 27 december 2019, niet alleen hun jaarafsluiting gehad, maar voor de 10e maal ook hun scholarship program afgerond. En dat is nou eerstejaarsstudenten van Technische Faculteit die met hoogste score voor een vak zo'n firm in aanmerking komen voor een firm lot. En dat wordt dan gespaard een heel jaar door, schooljaar door. En vandaag vond dan de trekking plaats. En Vinesh Ramcharan is dan de winnaar uit de bus geworden. Hij is nu een Firm Engineering, winnaar van Firm Engineering Scholarship Program. En Firm Engineering die zal hem dan verder begeleiden in dit proces. We voeren nu naar dit verslag vanuit Firm Engineering met beelden van Raj Mahango. Het jaar 2019 is voor Firm Engineering een succesvol jaar geweest. Dus dat willen we op een bijzondere manier afsluiten. Het is een jaar geweest met vele projecten die we succesvol hebben kunnen afronden. Multidisciplinaire projecten waar alle disciplines die we in huis hebben in voorkomen. Civil engineering, electrical, mechanical, architectural. En dan dat type projecten komt onze kracht het best tot uiting. We hebben een terminal mogen opleveren. Een Franse multinational is neergestreken in Suriname. Die terminal hebben we volledig mogen ontwerpen en de bouw begeleiden. We hebben 33 kilometer nieuwe weg mogen aanleggen voor een goudbedrijf in het bos in 2019. We hebben een visverwerkingsbedrijf mogen opleveren, ook in 2019. Een bedrijf dat veel zal betekenen in de komende jaren voor Suriname, gaan we vanuit. Maar meest actuele, vandaag 27 december, is de ingebruikname van onze high-rise, het nieuwe hoofdkantoor van Asuria. En dat is toch voor ons allemaal, voor Asuria, voor Suriname, maar zeker ook voor Firm Engineering, een heel belangrijke mijlpaal. Het vertrouwen dat we krijgen van de opdrachtgevers, dat is cruciaal om dit soort projecten goed te kunnen realiseren. Het vertrouwen is er zonder meer en we merken dat we steeds meer vertrouwen krijgen van de gemeenschap, van de opdrachtgevers. Asuria is een prachtig voorbeeld. We hebben vandaag de high-rise opgeleverd, maar binnenkort starten we met de bouw van een miniatuurversie in Georgetown, Guyana, voor dezelfde opdrachtgever. Het ontwerp is af, de bouw begint 2020. Daarmee is ook een belangrijk onderdeel van 2019 genoemd voor Firm Engineering en dat is onze export. We hebben in 2019 vaste voet aan wal kunnen zetten buiten de grenzen van Suriname. Guyana is daarin belangrijk. Veelal met bestaande opdrachtgevers die ons meenemen voor projecten die ze al daar doen. Maar ook in de Bahama's hebben we aan een prachtig project kunnen meewerken. In Bermuda, in Curaçao zijn we actief. En dat betekent voor ons hier ook belangrijk een stukje export van onze diensten. Onze engineers die we opleiden, moeten opleiden, dat ook die steeds meer exposure krijgen en hun diensten niet alleen hier in Suriname verlenen, maar ook buiten 's lands grenzen. Voor ons betekent dat vooral meegaan. Het vertrouwen krijgen we van die opdrachtgevers, dat mogen we nooit en ten nimmer beschamen. Dus betekent investeren in opleidingen, investeren in groei, investeren in kader, investeren in onze mensen die hier werken. Maar iets verder kijkend ook
de mensen die eraan komen, de studenten. En vandaar zijn we bijna 10 jaar geleden gestart met een programma met de Anton de Kom Universiteit van Suriname, genaamd Firm Performance Scholarship. Omdat we als Firm Engineering graag een extra push willen geven aan onze techniekstudenten, graag een extra stimulans willen leveren, een extra bijdrage, dat we inderdaad topstudenten krijgen, topkader krijgen, in eerste instantie in de techniek. Vandaag is het zover dat we voor de 8e keer een scholarship gaan uitreiken in het kader van dit programma. Daar zijn we erg verheugd over, want de resultaten zijn altijd heel goed ontvangen en we zien duidelijk dat de doelen van dit programma gerealiseerd worden. Hoe werkt het programma? Mag ik alvast de vertegenwoordiger van de Anton de Kom Universiteit uitnodigen om in de buurt te komen. Het programma is gefocust op de eerstejaarsstudenten van de richting infrastructuur. Die hebben 12 hoofdvakken in een jaar, in dat eerste jaar. Elke hoogste score voor een vak levert een firm performance op. Dan ben je firm performer. Zodra je voor 1 vak het hoogste cijfer hebt gehaald. Eind van het jaar checken we de hoogste cijfers voor alle 12 vakken. En eigenlijk elke firm performance geleverd, levert 1 lot op. 12 loten eind van het jaar, die zijn hier in de glazen bol en uiteindelijk gaat het lot bepalen welke van deze toppers, welke van deze studenten daadwerkelijk met een scholarship naar huis gaat. Dat betekent, als je voor 1 vak de hoogste score hebt gehaald, heb je 1 lot. Maar als je dat voor 6 vakken doet, heb je 6 loten. En dan heb je 50% kans dat jij vandaag hier als winnaar uit de bus komt. Namens de studierichting infrastructuur wil ik Firm Engineering van harte bedanken voor het wederom aanbieden van de Firm Performance Scholarship. We appreciëren van harte dat jullie jaar in, jaar uit blijven investeren in onze studenten, de toekomst. En deze stimulans zorgt voor een verhoogde studiemotivatie bij de studenten. En een verhoogde studiemotivatie zorgt ervoor dat de slagingskans op de universiteit wordt verhoogd. Die zelfmotivatie, de intrinsieke motivatie, dat probeert te stimuleren bij de studenten tijdens de opleiding. Maar die extrinsieke motivatie, die zorgt ervoor, dus via jullie programma, zorgt ervoor dat die extra prikkel er is om die performance eigenlijk te boeken. Dus nogmaals, maak een applaus voor Firm Engineering. Thank you. We hebben er 4 dit jaar. Mag ik naar voren roepen de eerste Firm Performer, dit jaar Firm Performer 2019 met 2 Firm Performances, Stefania Eind. Daar is ze, dames en heren, Stefania Eens. 2 Firm Performances. Ook 2 Firm Performances voor Aisha Lee Hong-Siong. Voor 2 vakken de hoogste score. En voor maar liefst 4 vakken de hoogste score genoteerd, Yankee Deng.
Drie dames en het kwartet wordt compleet gemaakt door de eerste enige jonge man in het gezelschap. Dames en heren, Widesh Ramcharan. Het is geen populariteitsprijs. De schreeuwen helpt niet. Hè? Uiteindelijk gaat het lot het bepalen. Jullie hebben je onderscheiden in je studie, in je inzet en daar begint het allemaal mee. Je doelen voor ogen stellen en weten van waar ik naartoe wil gaan. En gelukkig zijn er een bedrijf als firm die hun maatschappelijke verantwoording nemen en zeggen wij gaan één van jullie uitpikken om de studie te betalen. Ik ken de jongens van firm, het liefst hadden ze voor jullie allemaal die studie betaald, maar het moet ergens toch ook een beetje behapbaar blijven voor een bedrijf. Ik hoop daarom ook dat er andere Surinaamse bedrijven zijn, ik kijk jullie aan, die het goede voorbeeld volgen. Want we leven in een tijd waarbij jongeren gestimuleerd moeten worden door de generatie van mij en de generatie die na mij komt. Die moeten jullie stimuleren. En jullie zijn onze toekomst. En ik denk dat het voor corporate heel belangrijk is om steeds ook weer die stap te nemen en ervoor te zorgen dat ze jullie de juiste motivatie geven om je studie goed te doen. En ervoor te zorgen dat jullie later ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van ons mooie land. Je ziet het weer, dames en heren. Drie dames en een heer. De afgelopen jaren is er één meneer geweest die heeft gewonnen. Verder waren het altijd vrouwen. De ene jaar dat een man gewonnen had, werd de trekking door een vrouw gedaan, Olisha Nassen. Ik heb twee dochters, dus de kans dat er een vrouw eruit komt is heel groot bij mij. Maar dat even terzijde. Ik wil je niet bang maken, want je hebt vier ballen hier, dus we gaan ervan uit dat het je gaat lukken. En al heb je vandaag niet gewonnen, het werd net al gezegd, jullie zijn allemaal winnaars. En wij hier zijn allemaal stuk voor stuk heel erg trots op wat jullie doen. En stel ons niet te deur, blijf doorgaan en zorg ervoor dat je de beste resultaten haalt en de beste versie van jezelf blijft zijn. Ik ga nu kijken wie de winnaar is. De winnaar is geworden. Ik moet ook zeggen dat ik het heel jammer vind dat ze dit niet hadden. Want als ze dat hadden gedaan toen ik op de Adex zat, had ik sowieso alle ballen in dit ding, want ik was altijd het beste van mijn jaar. Het is wel een hele lange naam. De winnaar is geworden, dames en heren. Het is me toch gelukt om een keer een jongen eruit te trekken. Widesh Ramcharan. En dit was TBN Prime Alert. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 874x93.
8743. E-mailen kan naar tbn.primealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken.